Ik zoek op het ogenblik werk. Werk als, ja, omdat ik een inkomen nodig heb. Een iets groter inkomen dat ik nu heb. En dat, daar ben ik actief mee aan de gang. Ik probeer van alles op te zetten. Ik wil van alles gaan veranderen. En dat, daar doe ik mijn best voor. Ik heb ervaren dat ik dat ik toch herhaaldelijk gewoon vanwege mijn leeftijd en dat ik een te dure kracht ben, niet meer te werk gesteld werd. Of dat er gewoon te veel vooroordelen bestonden die waar ze gewoon niet overheen konden zetten. Dus er zijn verschillende facetten die meespelen. En vaak hebben ze liever een jonge iemand die goedkoper is en die ze tijdelijk kunnen inzetten. Nou, dat zie je ook heel duidelijk bij Albert Heijn. De meisjes die nog maar jong zijn of 21 of 22 jaar zijn, die zijn al te oud. Die moeten al vervangen worden door nog jongere meisjes die goedkoper zijn. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje de hele strategie van het tegenwoordige marketingsysteem. Je hebt te maken met de keuzes die mensen zelf vaak kunnen maken. En ik denk dat mensen vaak niet tot... ze kunnen keuzes van wat zij zelf als voorkeur hebben, kunnen ze kiezen. Maar of dat altijd het beste is voor de persoon zelf, dat vragen ze zich, kunnen ze zich vaak niet afvragen. Dus je kunt je afvragen... van kunnen mensen zelf wel vaak kiezen van wat ze nodig hebben. Dit is voor mij moeilijk om te zeggen van ja, ik weet wat jij nodig hebt, maar dat, zo werkt het niet. Mensen hebben de keuzevrijheid en daarmee ik moet de mensen zien te overtuigen van dat ik gewoon voor hun iets kan bieden wat echt de moeite waard is, waar ze mee kunnen groeien. En als ik dat niet kan laten zien, dan worden ze ook nooit overtuigd. Zelf dingen maken, daar zit ik veel aan te denken. Zelf een hele productie op poten zetten, een hele theaterstuk te maken, dat zit in mijn hoofd. Dat wil ik heel graag laten zien. Dat doe ik ook met Stichting Bando. Stichting Bando probeer ik gewoon alle facetten van de mens probeer ik samen te voegen. Om echt met verschillende elementen zo sterk mogelijk naar buiten te komen. Dat is eigenlijk mijn ideaal een beetje. Okay. Van de,